50% komt er 25% van de mama en 25% van de papa. Ik ben dus voor 25% gene bepaald door een man dat ik niet eens ken. Het was geweldig. Wat een keigoed publiek. Het was heel tof om te doen. Ik heb me eigenlijk gewoon kapot geamuseerd, dus het is heel goed meegevallen. Ja. Het sliepertje, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Goh, het is een komedie, met ook heel wat drama eigenlijk in verwerkt, een beetje sitcom-stijl eigenlijk. En het zijn heel veel verrassingen, het is eigenlijk een opeenstapeling van verrassingen en van onverwachte wendingen. Het is wel een heel expliciete rol vanavond. Is het iets op jouw lijf geschreven of toch niet echt? Nee, ik ben doodbraaf in het echt. Nee, dit is niet mijn uiterlijk, dit vind ik niet tof. Maar het is leuk om een keer iets anders te mogen doen. Ik denk, als ik mezelf zou moeten spelen, zou ik mij dood vervelen. Dus het is leuk, het is wel heel tof. Met sliepertje, zou er in je privéleven evenveel begrip voor kunnen opbrengen? Absoluut niet. Ik denk, moest mijn mama of mijn papa mij vertellen dat de andere niet mijn biologische mama of papa is, daar zou iets zwaaien, denk ik. Ja. Ze gaan daar nu allemaal heel licht over en het is heel grappig, maar in het echt zou ik dat niet zo lollig vinden. Nee. Hoe was het samenspel met Andy en met Helga en met Christophe vanavond geweest? Zalig. Het was echt zalig. Ik had nog nooit professioneel theater gedaan. Dus om direct met die drie kleppers eigenlijk op de scène te staan, dat was magisch eigenlijk. Dat was heel bijzonder. Ik heb ook heel veel geleerd van die drie mensen. Ja. En ze zijn super tof, dus dat was leuk. Comedy is toch een stuk apart om dit soort theater te spelen? Moeilijker voor jou of makkelijker? Ik vind dit moeilijker. Ik ben meer het dramatype, misschien daarmee ook dat ik in een soap meedoe. Maar comedy is niet helemaal mijn ding, maar ik vond het toch zalig. Ik heb me keihard geamuseerd en ik wil het nog zeker nog een keer doen. Ja.